woensdag ook naar de stembus voor de waterschappen. En dan vraagt u zich ongetwijfeld af, wat heb ik dan precies te kiezen? Iedereen wil ons toch beschermen tegen hoogwater. Iedereen wil iets doen aan die structurele droogte. Dat klopt, en toch verschillen partijen van mening. Zoals bijvoorbeeld over rioolwater. Wat moeten we daarmee doen? Moeten we dat opnieuw gebruiken? En zo ja, is dat dan voor de landbouw of voor de natuur? In al die gevallen moet dat rioolwater wel bruikbaar zijn. Vrij van bijvoorbeeld medicijnresten. En daarop heeft een bestuurslid van het waterschap A.N. Maas iets bedacht. Met een, vind ik zelf toepasselijke naam, Peter van Dijk. Het nieuwe is dat wij met deze techniek medicijnresten uit afvalwater kunnen halen. En dat gebeurt eigenlijk nog maar op hele kleine schaal in Nederland en op deze schaal helemaal nergens. En dat werkt eigenlijk hetzelfde als een omgekeerde koffiefilter. Binden medicijnresten aan actief kool. Hoeveel beter wordt het water ervan? Wij denken dat er ongeveer 75% tot 80% van de medicijnresten aan dat actieve kool blijft hangen. We zijn nog steeds onderweg naar 2027, waar we moeten voldoen aan de kaderrichtlijn water. En die opgave die zijn we nu met behulp van deze nieuwe technieken aan het dichten. Dus ja, wel degelijk nog een opgave, maar dit is een grote stap de toekomst in.